strakker worden kan je eigenlijk beter definiëren als spiermassa opbouwen, vet verliezen. Ik zou bijna willen zeggen zonde van je tijd. Je lichaam is niet voor even, maar voor de rest van je leven. Het stretchen van de spieren die je korter maakt met veel sporten. Geef ze niet het gevoel dat ze een handicap hebben. Ik ben nu heel erg gericht gewoon op mensen altijd fitter worden en zo. Maar ik ben heel erg gefocust op lichaamssamenstelling veranderen eigenlijk. Dus mensen willen strakker worden. He, dat is dan vaak het verhaal. Nou ja, dat strakker worden kan je eigenlijk beter definiëren als vaak spiermassa opbouwen, vet verliezen. Mm-hmm. Dat is weer anders dan afvallen. Mm-hmm. Want afvallen is, maakt niet uit wat verliezen. Spier, vet, vocht, whatever. Mm-hmm. Dus bedoel, als je kijkt naar een vechter, die verliest 5 of 10 kilo in een paar dagen vocht voor een gevecht om een gewichtsklasse te halen. Mm-hmm. Ja, ben je dan strakker? Mm-hmm. Snap je? Ik probeer het wel simpel te houden. Dus ik probeer niet, wat je heel veel ziet is trainers die heel veel fancy, leuke dingetjes bedenken, omdat het er leuk uitziet, maar het gaat een beetje zijn doel voorbij. Ik zie nu gewoon dat er heel veel mensen zijn. Er zijn heel veel trainers. En ik hoef niet de beste trainer te worden of wat dan ook. Maar ik vind wel, je moet wel in ieder geval geen bullshit verkopen. Hm. En dat gebeurt gewoon heel veel. Met name kracht. Ja. Maar goed, dit betekent niet, bedoel, we doen dit soort programma's ook met dames. En dan doen we natuurlijk uiteraard wel cardio. Alleen wat we niet doen is 3 kwartier op de crosstrainer staan. Waar je sportscholen mee vol ziet staan, die apparaten heb ik niet eens. Want dat is echt gewoon, ja, ik zou bijna willen zeggen zonde van je tijd. Quick wins op gezondheid, ja, die bestaan bijna niet. Je moet prioriteit maken. Maar het voorbereiden, dat is wel een belangrijk ding. Dus het mooiste zou zijn is, kijk, als je heel reactief met voeding omgaat, dat doen de meeste mensen, en vooral drukke zakenmensen, die gaan reactief met voeding om. Dus die denken, ik heb honger, wat nu? En je moet een commitment aangaan. Ja. We gaan echt best wel harde commitments aan met onze klant. Ja. Krachtvoeding, training en herstel. En ik noem het ook altijd in die volgorde. Omdat ik ook heel snel dacht van, hey, het is een gedragsverandering die je realiseert. En voeding en training zijn wat dat betreft maar middelen om iets te bereiken. Ik vind het heel erg belangrijk dat mensen zich richten op de procesdoelen. En niet zozeer op een einddoel. Want je hebt niet nu invloed op dat einddoel. Je hebt nu alleen invloed op die procesdoelen daarnaartoe. En het is heel erg belangrijk om erachter te komen wat de waarom is, waarom je hiermee bezig bent. Krachttraining is sowieso echt heel erg belangrijk, omdat het zoveel verder gaat dan alleen het fysieke. Je lichaam is niet voor even, maar voor de rest van je leven. Dus zorg er alsjeblieft goed voor. Focus op beweging en gezondheid meer dan op spieren en uiterlijk bijvoorbeeld. Hmm. Die 5 disciplines van sporten, crossfit, running, fitness, bootcamp en kickboksen. Yoga mobility als tweede erbij, of 6e eigenlijk. Yoga, mobility is eigenlijk, het lijkt op yoga, maar het gaat eigenlijk over het stretchen van de spieren die je korter maakt met veel sporten. Dus de mobiliteit van de schouders, van de heupen. Je vrouw zit toch in die yoga hoek, of niet? En ze doet veel yoga, maar ze is geen, nou, ze zou ook nog als de familie dan toch... Ik wou zeggen, ja, huppakee, zij er ook in. Ik heb een abonnement bij yoga, ik ga soms kickboksen, ik doe trainen weer ergens anders, soms ga ik het park in. Ik wil dat allemaal onder één dak is, dat past bij de tijd. Ik heb een klant die is visueel beperkt, dus eigenlijk helemaal blind gewoon. Hij ziet helemaal niks, ook zo geboren. En ik heb een klant toevallig die heeft de syndroom van Down. Wat ik doe is eigenlijk, ik verplaats me eigenlijk letterlijk en figuurlijk in die mensen. Ik ga zelf dan bijvoorbeeld 24 uur door het leven, dat heb ik ook echt gedaan, als een blind iemand, alles vertrouwen. Blindelings vertrouwen, letterlijk en figuurlijk. Ja, ja. Want als hij mij niet vertrouwt en ik hem niet, en vooral hij mij niet eigenlijk, dan kunnen we niet meer samenwerken. Een jonge geest heeft. Dus ja. Het is nou eigenlijk nog een jonge meid. Ze is wel, mm-hmm. Volgens mij is ze 23. Mm-hmm. Maar ze gedraagt zich eigenlijk als een 8-9-jarige. Ja. Wij zijn allemaal jong geweest. Mm-hmm. Dus dat is in ieder geval, die ervaring hebben we. Dus daar hoef je niet meer, daar hoef ik die 24 uur niet meer. Dus we zijn allemaal jong geweest, dus we weten wat, hoe het was zelf, hoe het was om jong te zijn. Mm-hmm. Ja, daarin ga je gewoon een beetje spelen. En wat ik wel duidelijk maken is dat je, geef ze niet het gevoel dat ze een handicap hebben of dat ze een beperking hebben. Ja. Laat ze gewoon, gedraag je gewoon zoals je met andere mensen ook gewoon je gedraagt. Ja.